Ja, beste kijkers, vanmiddag is het te doen in Herpenduin. Er is van alles te doen, maar het belangrijkste is de opening van de uitzichttoren. Die staat niet op de plaats waar de vorige uitzichttoren stond, maar ik praat erover met, stel je even aan de kijkers. Hans Wonders van Wonders Metaal. Wij hebben de uitkijktoren mogen bouwen voor de gemeente Os. De man die dus alles van de uitzichttoren heeft. Ja, hoe komt het tot stand? Jullie krijgen een plek aangewezen of adviseer je nog naar de gemeente? Nee, wij hebben de plek aangewezen gekregen. Die is een paar jaar geleden met het ontwikkeling van het plan daar gekozen om daar een uitkijktoren te plaatsen. Eigenlijk wordt het de brandtoren gestaan, zoals ik begrepen heb. Dus wij hebben geen inspraak gehad in de locatie, zeg maar. Wij hebben gewoon een plek aangewezen gekregen. En ja, er staat een enorm gewicht op. Hoe begin je eigenlijk? Eerst het ontwerp van een architect die daar een idee over heeft. En we kregen een bepaalde hoogte mee die ze graag wensten. Van daaruit is een constructeur in beeld gekomen. De constructeur heeft eigenlijk de fundering berekend en bekeken of dat mogelijk was op die locatie. De locatie was geschikt voor zo'n toren met de fundering en het gewicht van de toren zelf. Maar dan stort je eerst beton? Ja, er zit een poer beton voet onder van 7 bij 7 meter en een meter dik. Zo. Er zitten 49 kuub beton in de grond, zeg maar. Het zit een halve meter diep onder het maaiveld. Ja. En de toren zelf, is er een bepaald soort staal of wat moet ik aan denken? De toren zelf is opgebouwd uit gewoon constructiestaal. Geen bijzonder staal. Nee, gewoon normaal constructiestaal. Ik was laatst op een van de Holleilanden en daar voelde ik de oude vuurtoren gewoon meegaan in de wind. Doet deze dat ook? Deze toren beweegt, ik denk, 3 à 4 centimeter bovenin. Dus dat idee krijg je wel als je boven staat? Dat idee krijg je wel als je boven staat, ja. Vooral als er wat mensen over de trap naar boven lopen, dan voel je hem wel een beetje deinen, zeg maar. Ja. En als je naar boven staat, hoe ver kun je dan ongeveer kijken? Ze hebben met de verrekijker kunnen ze naar Arnhem kijken. Arnhem. Met blote oog, Nijmegen, de Bos is eigenlijk gewoon goed te zien. Ude is goed te zien. De Maas kun je schijnbaar goed zien. Dus het is best wel met blote oog heel ver. Maar met de verrekijker kun je echt naar Arnhem toe kijken. Ja, nou loop ik zelf ook niet meer zo best. Voor minder valide mensen, die kunnen de toren niet op. Die kunnen eigenlijk de toren al niet bereiken, dat klopt. Want de toren staat al op een zandduin. Ja. En dat is eigenlijk al moeilijk te bereiken als je moeilijk te been bent. Ja. Daar is geen rekening mee gaan. Dat kost natuurlijk ook geld, dat snap ik wel. Maar daar heeft de gemeente het niet over gehad. Nee, ik denk dat het budget er ook niet voor was, zeg maar. Ja, nou is er sprake van dat er nog een toren komt, ongeveer waar de oude toren stond, of staat. Heb ik iets van? Ja, ik heb er iets van gehoord, maar dat is voor mij ook het enige wat ik gehoord heb, dat er iets, maar verder is er volgens mij geen concrete plannen. Nee, maar stel dat die komen, dan ben je ook in de running. Dan zou ik wel graag mee willen doen om, ja, om te mogen maken. Wie weet dat je kijkt. Het zijn voor ons en mijn medewerkers hele mooie projecten. Ja. Ik neem aan, jullie nog andere dingen doen dan storingsbouw? We doen eigenlijk constructiebouw, dus appartementencomplexen. Maar we doen ook onderdelen maken voor de industrie. We maken bijvoorbeeld brandweerwagens. We maken ook magazijnstellingen. Dus heel divers in constructie. En waar is de werkplaats? In Berlikum, bij de Bos. Berlikum, ja. Okay. Goed, zeer bedankt voor het interview. Graag gedaan. Veel succes verder en tot ziens. Bedankt. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ook heel fijn dat de meeste mensen zich allemaal aangemeld hebben. Ik was heel blij mee. Ik kon het een beetje inschatten. En degenen die aan projecten gewerkt hebben, of getrokken, ja, dat zijn ook heel veel. Vrijwilligers, ook heel fijn. Zijn er mensen die ik nog niet gehad heb? Ah, best. Mooi. Dan gaan we beginnen. We hebben een redelijk uitgebreid programma. Zeg maar de presentatie van alle Os Landschap van de Muren projecten. Ik kan niet 3 kwartier kletsen, er zitten ook filmpjes tussendoor en heel veel plaatjes. Rond een uur of 4, dat kan ook 5 minuutjes later zijn, wandelen we zeg maar naar buiten via het project van vakantiepark Herpenduin Meer Natuur, via het speelbos en naar de uitkijktoren. En dan rond 5 over half 5, want de wethouder moet ook even de tijd hebben om te komen, hebben we de speech van Johan van der Schoot. En we hebben ook het openingsact, daar ga ik voor de rest er niks over vertellen, maar die is volgens mij wel leuk. En vervolgens, daarna kunnen we de uitkijktoren op en kunnen we wat uitzicht daar genieten. En daarna zou ik het heel fijn vinden als we nog een toast kunnen hebben in pannen en zo, dus dat is een naborrel, maar dan is het officiële gedeelte voorbij.
Maar het is altijd leuk om even na te kletsen. Dat is het programma. Dan even een korte terugblik. Er zijn een aantal mensen die al zo lang betrokken zijn die deze plaatjes zullen kennen. Maar dit is het plaatje van Meermazos, nou eigenlijk de essentie. Ik zit te denken, degene die hem gemaakt heeft, die zit zelfs aan. Ook ergens, ja, daar zit Sander inderdaad. Dit is zeg maar de Mazos zoals die was in 2013, 2014, toen we begonnen met de landschappen van Allure. En dat was ons toekomstplaatje. En ik denk dat we daar inmiddels zijn. Dat we met alle Mazos-partijen het redelijk voor elkaar hebben gekregen om al die dynamische landschappen rondom de natuurkern eigenlijk te maken. Dat betekent dat er meer natuur zit en dat er allerlei mooie projecten in zitten. Ja, beste kijkers, rechts van mijn jonge dame en links van mijn jonge man. En die weten alles van het bouwen van torens. Ja, stel je even voor aan de kijker. Ik ben Maud Nieraat van Atelier 1 Architecten. Dat is Bram Hurkens. En wij hebben samen een architectenbureau in Eindhoven. Wij werken veel in natuurgebieden, openbare ruimte en maken heel veel objecten zoals deze uitkijktoren. Ja, ook even voor de kijkers. Ja, Bram Hurk is dus van hetzelfde bureau, Atelier 1 Architect uit Eindhoven. En ook meegewerkt aan het project. Oké. Ja, dan uitkijktoren die gaat bouwen in een landschap. Waar moet hij aan voldoen? Vanuit de opdrachtgever, de gemeente, moet hij een landmark zijn. Hij moet opvallend ontwerp zijn, maar ook heel erg passend in de natuurlijke omgeving. Hij moet onderhoudsvrij zijn en weinig tijd kost in beheer en ook weinig geld kost in beheer, is natuurlijk beheerskosten. Ja. Nou is er gekozen voor een plek hier, weet je ook waarom? Ja, dat komt omdat er vroeger ook een brandtoren gestaan heeft voor het signaleren van bosbranden en communicatie van brandweer. En de oude restanten van de fundering zijn ook zichtbaar en dat is een mooie aanleiding om daar een toren terug te bouwen. En qua uitzicht is dat het, in jouw mening als deskundige, het goede punt? Ja, het is volgens mij is het hoogste punt van het hele gebied. Dus je hebt al winst van de hoogte van die duin. Dus die hoogte hoef je niet extra te bouwen in de toren. Dus dat is wel dat is natuurlijk pure winst. En je ziet hem van heel ver af staan. Dus dat is heel mooi. Ja, je hebt ver uitzicht. Dus dat is natuurlijk de bedoeling. Er is een aspect aan torens, is veiligheid. Ja. Dat er geen kleine kinderen omlaag kukelen of bedenk maar wat. Hoe houden jullie er rekening mee? De trappen zijn goed voorzien van leuningen en je kunt elkaar makkelijk passeren op- en afgaand verkeer, zeg maar. Er is een brede leuning boven en je kan, je voelt je er veilig en ja, er kan eigenlijk niks gebeuren. Ik ga nog even naar je collega. Ja, wat mij trof, en dan ben ik niet meer zo goed op één, is hij heel erg moeilijk bereikbaar voor invalidella staan als ze boven komen. Is daarover gedacht of was er geen geld voor? Dat is altijd de vraag bij uitkijktorens natuurlijk, van hoe gaan we om met mensen die iets minder goed te been zijn. Kijk, als je echt iets wil maken als lift of iets dergelijks, dan zit je qua kosten, is dat in dit geval echt niet haalbaar. Dus we hebben gekozen voor, zoals Maud zei, een ontwerp dat wel goed begaanbaar is. Maar ja, daar hoort traplopen in dit geval natuurlijk wel bij. Plus dat inderdaad de locatie aan zich al niet zo heel makkelijk te bereiken is. Want het ligt natuurlijk aan een onverhardpad dat al grillig verloopt. Ja, dat hoort een beetje bij dit project. Dan verder natuur, hè. We kijken heel ver weg en zo. Is er ook gesproken met natuurkenners en zo om hem zo te bouwen en daar te bouwen? In principe hebben wij die plek door de gemeente toegewezen gekregen. Het is een hele mooie plek waar je heel veel kunt zien van het gebied, natuur, cultuur. En er komt, volgens mij wordt daar vandaag iets meer over verteld. Er wordt op een hele interactieve manier iets verteld over het gebied op de toren. Dus dat wordt al nog een extraatje. Er is sprake van in de geruchten dat er, waar nu de oude toren staat, dat daar ook een toren zou komen. Weet je daar iets van? Daar weet ik niet veel van, nee. Interessant. Jij weet er ook niks van? Nee, sorry. Nee, geen idee. Nee. Dame en heren, bedankt. En we gaan zo eens kijken hoe het allemaal afloopt. Ja, dat klopt.
Ja, welkom beste mensen op een bijzonder moment. Ja, we zijn nog in gesprek. Hè. Ik pak het maar even meteen bij de kop. Of we ook zo de grote grazers gaan testen op hun gedrag. Maar we zijn het nog niet helemaal eens geworden. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Ja, vandaag is een bijzonder moment. Hè. We gaan de toren gaan we openen. U hebt al heel veel gehoord over wat er hier gespeeld heeft en over de feiten en wat de voorgeschiedenis is geweest. En ik wil u even meenemen in hoe wij aankijken tegen deze toren. Want we zijn als Os natuurlijk heel trots op dat die hier staat. En er was een mooie passage, die stond op een gegeven moment in het Brabants Dagblad. Maarten van de Hurk, die schreef het volgende. In februari staat hier al de lang verwachte uitkijktoren op de zandverstuiving van Herperduin. Alsof die plots uit de lucht komt vallen. Nou, dat vond ik eigenlijk wel heel treffend, want ja, het was een wens die er al heel lang lag om hier die toren te hebben. Maar ja, goed, weet je, dat kwam er om allerlei redenen niet van. En dat leek eigenlijk van de baan tot een half jaar geleden. Toen kwam Lise Loren en ja, u hebt gemerkt het enthousiasme waarmee ze zaken brengt, kwam ze ook bij mij binnen. Samen met Paul Schoneveld, die zei, we hebben een idee, die toren, die gaat niet door in Landert. Vonden wij natuurlijk heel erg. Maar goed, weet je, het was wel voor ons toch een mogelijkheid. Dus toen werd gezegd, kunnen we die, zouden wij het doen? En toen vroeg ik, wanneer moet hier staan? Toen zeiden ze, in januari. Zei, ja, weet je, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Nou, vertrouw ons maar, het gaat lukken. Nou, oké, we waren het erover eens om dat dan te doen. Maar ja, het was toch wel heel kort dag om dan die toren alsnog hier te krijgen. Er moet een ontwerp worden gemaakt en al dat soort dingen. Het was wel een mooie gelegenheid en daarom waren wij er ook enthousiast over om te laten zien waarom ons collegeakkoord heet kansen zien en kansen pakken. Want wij zagen hier een kans in en die hebben we gepakt. Nou, is het niet zo dat het helemaal uit de lucht kwam vallen? In die zin, we hadden een bestemmingsplan hier en er was al geld voor van de provincie. En tegelijkertijd, als je kijkt naar wat de landschappen van Allure brengen, ja, dan zeggen we, daar willen we gebruik van maken. En met de daadkracht van onze mensen en de leveranciers is het dan gelukt. En dan staan we hier bij die toren. En als u daar kijkt, is dit een hele natuurlijke plaats. Want in feite liggen daar de fundamenten van de oude uitkijktoren. En ik heb me laten vertellen dat wij dan hier 7 meter hoger zitten dan het pijl en dat we 24 meter omhoog gaan. Nou, daarmee kun je denk ik zeggen dat dit het hoogste punt van de Maashorst is. Dus dat is heel mooi dat hij hier staat. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik kom regelmatig hier in Herperduin. En op een gegeven moment heb ik hem zien groeien. Dat begon met een vloer die hier werd gestort. En die moest dan opharden en die heeft hij geloof ik 6 weken geleden. En goh, januari komt dichterbij en dan komt er een stalen constructie en dan denk ik, vind het eigenlijk helemaal niet mooi. En toen zei iemand, ja maar hij krijgt nog een jasje aan van hout. Nou, dat is gebeurd. En als je er nu naar kijkt, weet ik niet hoe u er naar kijkt, maar hij is heel opvallend. Maar het is gewoon een heel passend sieraad, denk ik, hier. En die beloont ook de bezoeker als hij naar boven gaat. Ik weet niet of u al op bent geweest, hè? Sommigen wel. Dan zie je de natuur, je ziet de bomen, je ziet de grazers, je ziet de vennen. Je ziet, ver weg zie je de kerken, je ziet de molen en je ziet de gebruikers. Ik zeg daarbij ook de voersilo's en dat soort zaken, maar de zendmast. Maar al die zaken die zie je daarboven. En dan is het goed om je eens mee te laten voeren met de gedachten over de Maashorst en over Herperduin. Kijk, ik kom er zelf een paar keer in de week met mijn hond of met familieleden of met vrienden. En dan wandel je hier rond. En zo was ik er ook zondagochtend. En het was 7 uur. Ik denk, ga die toren op. Ik had er geen rekening mee gehouden dat het nog redelijk nevelig was. Dus ik zag niet zo heel veel. Maar goed, ik had het al eerder gezien. En toen fietste ik door en dan zag je de reeën hier. En dan denk ik, goh, wat wonen wij toch in een prachtig gebied. Als je kijkt naar de Maas, als je kijkt naar de dorpen, als je kijkt naar de stad, als je kijkt naar het buitengebied en dan nu de Maashorst. Dus dat is allemaal geweldig mooi. En die aantrekkingskracht, die moeten we ook zien te houden, denk ik. En dan hebben wij het steeds over een fijne woon-, werk- en leefomgeving. En dat in een tijd waarin toch heel veel veranderingen zijn, ook in de fysieke ruimte. Want dat zie je overal. En daar is de Maashorst misschien wel een mooi voorbeeld van. Toen ik jong was, kwam ik hier, Herperduin, en op de Brobbelbies en Zevenhuis en Slaapbroek. Als je daar nu naar kijkt, dan zijn die anders dan toen. Maar is het dan minder geworden? Nee, het is anders. Dus
die aantrekkelijkheid die kun je ook laten groeien, want dat is denk ik gebeurd. En de besef van de waarde van dit gebied is iets wat we erin moeten houden en wat we ook door moeten geven. Ik was met Kees van Geffen vorige week hier, toen was de boomfeestdag. En dan zijn hier zo'n 800 kinderen zijn hier in het bos van de basisscholen. En dan praat je met die kinderen en dan denk je, wat is het belangrijk om ook de generatie, de jongere generatie hierin mee te nemen en te laten zien wat we hebben. Om ze ook die natuur te laten ontdekken. En voor ons past dat ook wel heel erg in wat dan in de volksmond is gaan heten het Herpense model. Waar we specifiek op de aard en de historie van het gebied een evenwicht willen hebben tussen aan de ene kant natuur, de intrinsieke waarde van natuur, maar aan de andere kant tegelijkertijd het gebruik door heel veel mensen. En het meest sprekende voorbeeld van dat gebieds eigen karakter hier is misschien wel het ganzenven. Ik weet niet of u die kent, hè, maar ik heb op mijn kamer heb ik die foto hangen. Dan is het ganzenven bevroren, de mensen zijn aan het schaatsen en de grote grazers staan te kijken. Dat is wel het unieke, denk ik, van dit gebied. En ik weet niet hoe het u is vergaan, maar de laatste weken heb ik opnieuw ervaren, ook in alle geluiden die er zijn geweest, hoe groot de betrokkenheid van heel veel mensen is bij Herpenduin. Maar ook hoe moeilijk het is om soms de gemeenschappelijke noemer te vinden in hoe je daar dan mee omgaat. En wat dat betreft is deze uitkijktoren, die ik daar zondag stond, vind ik eigenlijk wel symbolisch daarvoor. Waarom? Als je boven op die toren staat, dan kom je even los van het gedoe wat er op de vloer is. En dan heb je die brede blik die je soms nodig hebt als je naar de Maashorst kijkt. Dan kijk je en dan zeg je, god, wat speelt er nou, wat gebeurt er? Om tegelijkertijd in de verte de horizon te zien. En die heb je ook nodig, want je moet wel weten waar je naartoe wil. En dan uiteindelijk, als je het tot stand wil laten komen, dat is hier met deze toren gebeurd. Ja, dan moet je ook nog daadkracht tonen, bestuurlijk en ambtelijk. Nou, die zoektocht die loopt al volop. Hè. Er wordt gesproken met betrokkenen, met partners. En morgenavond krijgen we zo'n dimensie al in de raad. Afrondend, wij zijn als college heel trots op wat hier staat. Met grote dank ook aan de provincie die hier niet alleen inzet heeft geleverd en meegedacht, maar ook geld heeft ter beschikking gesteld. En een heel groot compliment aan iedereen die van die toren, maar nog breder van landschappen van Allure, een succes hebben gemaakt. En daar voor hen zou ik graag een applaus willen. En dan heb ik begrepen dat het protocol is dat wij nu de toren op kunnen. Het bord. Ontdek de uitkijktoren en maak gebruik van de virtuele verrekijker, zoals die heet. U hebt dat straks toegelicht gekregen en dat is heel interessant. Die neemt je mee in wat er staat. Hier is beschreven wat er te zien is, maar ook waar die vandaan komt. Nou, heel veel succes en heel veel plezier zo meteen boven in de toren. Dat mag niet. Dat is hier al 10 keer boven geweest. Ja, helemaal niet boven geweest. Oh, daar heb ik wel veel verwacht. Ja, kerel. Het moet heel mooi zijn, dit. Het is een hele overwinning voor mij, hè. Met mijn mooie ooit de Sagrada Familie hebben geklommen. Ik niet. Het is ook een stuk kouder, hè, boven. Ja, je voelen. Dat voel ik nou niet meer, hè.